We proosten, doen de polonaise en zingen luidkeels mee. Iedereen is je vriend en het bier is niet aan te slepen. De carnaval staat weer voor de deur. De prins die u op sleeptouw gaat nemen de komende vijf dagen stellen we hier aan u voor. Ik ben Peter Smulders, ik ben 34 jaar. Uh, ik woon in het dorp Heumen en uh, ik ben uh, eigenaar van de residentie van de carnaval. Het carnavalsbloed zit van jongs af aan wel in het bloed, maar niet zozeer in de familie. Van jongs af aan wel carnaval gevierd. Zelf jeugdprins geweest, ook verschillende jaren carnavalswagens gebouwd. Alleen de laatste jaren het achter de bar gevierd. En dit jaar weer eens een keer voor de bar gaan vieren. Uh, nou, mensen moeten in Heumen carnaval vieren, omdat uh, ja, carnaval hier nog echt leeft. Uh, alle straten die hier uh, naar de residentie toe leiden, die worden hartstikke mooi versierd. Uh, ja, carnaval is in Heumen voor iedereen, van jong tot oud, uh, in een gezellige sfeer. Het wordt nog echt in een café uh, gevierd, dus in een uh, huiselijke uh, warme sfeer. Uh, en zo hoort carnaval te zijn. Het motto van deze carnaval is voor mij Hef het glas en proost met mij. Met een drankje of goed glas bier bouwen we er een feest van. Laat de glazen klinken en maak plezier. Ja, De lijfspreuk lijkt me duidelijk. Dus uh, ja, hoe gaan we dat laten zien? Uh, natuurlijk, door uh, genoeg glazen drank de lucht in uh, te steken en uh, gezamenlijk te proosten en er een groot feest van te maken. Alaf, alaf, alaf.